Max gaat opnieuw een subsidieaanvraag indienen voor 2012. De gemeenteraad van Alphen bepaalt of de jongerenorganisatie het gevraagde geld wel of niet krijgt. Daarmee gloort er weer hoop voor Max, want zonder subsidie komt het voortbestaan van de tienerdiscotheek ernstig in gevaar. We hebben in november 2011 een iets andere koers met elkaar gekozen, waarin we met een aantal andere partners, zo ook met Stichting Max, maar ook met een aantal anderen, een goed behoefteonderzoek gaan doen in Alphen aan de Rijn voor onze jeugd op het gebied van vrije tijdsbesteding. En daar hoort uitgaan ook bij en daar hoort nog een aantal andere dingen bij als je het over vrije tijdsbesteding hebt. En in dat licht, in dat andere licht van die afspraak, moet je ook zeg maar vandaag weer kijken naar wie is Max, wat doet Stichting Max voor onze jeugd. En kunnen we dan in ieder geval na dat behoefteonderzoek toe ervoor zorgen dat het niet een bedreiging is voor Stichting Max om de activiteiten dan niet plaats te laten vinden. Wij vinden het niet wenselijk om in het overgangsjaar, want zo willen we het dan maar benoemen, wat 2012 wat ons betreft is, willen we er niet, is het niet wenselijk dat Stichting Max de activiteiten zou moeten stopzetten. En om die reden hebben we gezegd, van, nou, dan moet er dus een andere, nieuwe aanvraag komen voor 2012 vanuit de Stichting Max. Wethouder Michel Duchatelier besloot eind december de subsidieaanvraag voor 2012 af te wijzen, omdat beide partijen in 2009 besloten alleen in 2010 en 2011 subsidie te verstrekken. Daarna zou Max op eigen benen moeten staan, maar door de financiële crisis is de organisatie daar nog niet in geslaagd. Wat we sowieso besloten hebben nu is om het eerste kwartaal van 2012 gewoon te gaan plannen. We moeten daar wat zekerheid over hebben. We hebben gewoon besloten nu, dat gaan we sowieso doen. Betekent dus inderdaad dat 5 januari gewoon het nieuwjaarsgala doorgaat en dat het hele populaire groep 8 feest in februari ook gewoon nog steeds doorgang gaat vinden. Wij blijven in ieder geval wel positief over de ingeslagen weg en gaan daar eigenlijk stiekem wel een beetje vanuit dat het allemaal goed gaat komen. En daar willen we ons op dit moment nog wel even op richten. Een ruime meerderheid van de Alphense gemeenteraad lijkt voor een nieuwe subsidieverstrekking aan Max te zijn, maar het besluit valt echter begin 2012.